and it makes a fiery ring. Bound by wild desire. Wel, ik heb de eer om te mogen optreden 2 keer 1,5 uur in het oude theaterke, het oorspronkelijke theaterke van Bobby Aland. En ik ga 2 keer 1,5 uur een ode aan Johnny Cash doen. Mijn goede vriend Bobby Setter is nu bezig met een ode aan Vers Domino. Ik doe Johnny Cash en na mij komt Jan de Smet die een ode aan Bobby Aanschoepen zal doen. Wat trekt jou aan in Johnny Cash? Ja, ik ben gewoon heel geïnteresseerd in countrymuziek. Ik hoor dat doodgraag. Ik heb er ook een serieuze collectie van. En het is mijn vriend Bobby Setter die mij een paar jaar geleden aangespoord heeft. Om te zeggen van ja, met jouw stem, jij moet dat toch kunnen met Johnny Cash wat te doen. En dan ben ik er zo aarzelend aan begonnen. En ja, het is een zeer fascinerende figuur. Ik hou van zijn nummers. En het is ook een van de weinige countryzangers in wiens klankkleur, stem, de mijne ook functioneert. Dus vandaar, en ik doe dat heel, heel graag. Jij hebt ook een hele grote liefde voor Amerika. Ik heb een grote liefde voor Amerika, voor het echte Amerika. Ik bedoel, ik zal nooit naar de grote steden gaan, zoals New York, Chicago, weet ik niet. Nee, ik ga echt naar de real America, dus naar het platteland. Vooral de noordelijke staten, Wyoming, Montana en zo. Ik ga daar partijen met Bobby en zo. Maar nu, ik ga nu terug dit jaar, maar ik ga nu een speciale doen. Ik ga naar Tennessee en ik ga 6 dagen in Nashville en 6 dagen in Memphis. Ik ga even een soort van pelgrimstocht naar de countrymuziek, naar het mekka van de countrymuziek. En ik vond zo'n vriend in de bossen van de winter. De filantroop met een hart voor de natuur. Kari, waar ben jij voor de rest nog mee bezig? Waar ben ik nog mee bezig? We zijn nog bezig volop met de opnames van de vierde reeks De Zonen van Vanas. Dat is 1. En dan in september begin ik te repeteren terug aan het stuk dat wij 1,5 jaar geleden in Antwerpen gedaan hebben over Radio Minerva, Viva Minerva. Daar gaan we mee toeren in Vlaanderen. En we eindigen in december met 6 of 8 voorstellingen terug in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. En dan begin ik te repeteren aan een processtuk met Frank van Laken. Dus we zijn bezig. Ja, drukke tijden dus voor jou. Ja, maar ik bedoel, ja, niet werken is niet leven natuurlijk. Dus ik doe het allemaal heel graag. Het is allemaal heel verschillend. Dus en zolang ik het allemaal kan onthouden en dat het lichaam goed mee wilt, blijf ik het doen tot het echt niet meer gaat. Is er voor de rest nog nieuws? Nieuws? Ja, ik ben na mijn pensioen. Ik heb enkele maanden geleden mijn documenten van de pensioen binnengekregen. Ik heb die dan ingevuld en zo. Dus ergens volgend jaar zal ik op papier dan met pensioen moeten gaan. Maar ik blijf spelen tot het niet meer gaat.